Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan we light painten met de Godox TL60 RGB Tube. Wil je nou meer weten over de Godox TL60? Kijk dan in de link onder deze video. Maar eerst even voor de duidelijkheid. Deze video is niet gesponsord. Maar ik heb de Godox TL60 wel geleend gekregen van Disnet. Zij zijn importeur van het merk Godox in onder andere Nederland. En het tweede wat ik wil opmerken is dat deze video niet is gemaakt onder de meest ideale omstandigheden. Het waaide nogal, zeg maar. We hebben de camera ook twee keer moeten redden, want hij lag bijna op de grond. Goed, dat gezegd hebben we, gaan we nu light painten met de Godox TL60 RGB Tube. Yes, welkom. We zijn nu bij Nijmegen op de Landloper. En ja, misschien herken je wel, Daniel Doorakker. Ooit een keer vaker gespeeld als model in een video van mij. Dramatic Lighting. Gaan hem even ergens in de hoek, gaan we hem wel linken. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Leuk dat je mee wil helpen. Daniel is een oud stagiair van mij. En ik denk, nou, ik ga iets met light painting doen. En denk, wie ga ik daarvoor benaderen om het toch met z'n tweeën te doen? Want dat is wat makkelijker dan alleen. Ga ik Daniel eens vragen of hij daar geen zin in heeft. Dit is overigens niet de eerste keer dat we met z'n tweeën op pad zijn geweest. We zijn al vorige week ook al een keer op pad geweest. Ja, en dat ging niet helemaal goed. Daar hebben we ook helemaal geen beelden van. Dat was eigenlijk gewoon een drama. Maar dat hoort er ook bij. Deze keer dus op de Landloper bij Nijmegen. Daarachter zien we de kerk van Nijmegen, de Sint-Stevenstoren. Kijk eens aan. Ik heb de Godox TL60 op de rugzak hangen. Dus we gaan hier eens even kijken wat voor leuke plekjes we hebben om te kunnen gaan lightpainten. We hebben al gezien, we hebben daar een trap lopen naar beneden. Ja. Wat licht aan het water. Ja, deze hele brug is natuurlijk heel mooi verlicht. En we hebben wat doorgangen hier en daar. Dus we gaan eens even kijken wat we kunnen vinden. Dan gaan we de boel klaarzetten en dan gaan we eens stap voor stap bezig met lightpainten met een RGB tube. Doen? Yes, laten we top. Doen. Top, tot zo. Oké, misschien vraag je eigenlijk wat dat is eigenlijk, dat lightpainting, wat je ervoor nodig hebt. En wat hebben we er eigenlijk voor nodig, Daniel? Een camera in ieder geval. Ja, lichtbron. En dit voor is de TL60. Camera en dan gebruik ik er een statief voor, omdat je met lange sluittijden werkt. En voor de rest een beetje creativiteit eigenlijk, hè? Ja, zeker. Ja, en het waait hier nogal, het is hier nogal koud. Dat is ook niet heel vet. Dus het zou ook wel prettig zijn als het wat warmer zou zijn. Dat een beetje warme temperaturen, het zou niet vervelend zijn. Maar goed, we hebben nu even het uitkiezen. We gaan eens even kijken of we nu hier met de brug een stukje kunnen lightpainten. Waarbij we de kerk zien. En ik hoop dat jullie mij überhaupt kunnen horen door de wind die best wel hard gaat. En dan gaan we kijken of we de zijkanten kunnen lightpainten met de RGB tube. Ja, je ziet hier nu op beeld, heb je nu de brug. En links en rechts, daar zie je ook nog wat verlichting zitten. En wat we zo meteen gaan doen, Daniel gaat zo meteen de camera bedienen. En ik ga aan de zijkanten van de brug, aan deze zijkanten en hier aan deze zijkant, ga ik heen en weer. Dus eigenlijk is dat hier langs het hek. En aan de andere kant ook daar langs het hek. Daar ga ik heen en weer rennen. Zeg maar waar het is, waar je me ziet. Hier, hè? Ja, is het terug? Ja, nu niet meer. Oké, druk maar. Oké. In ieder geval, je was nu net nog niet dat hoekje op. Even naar de foto kijken. Ja. Maar dat is die, ja. Zo heb ik het. Oké. Hij mag dus nog vellen. Ja, hij mag nu nog vellen, ja. Hij mag vellen. Ik mag nog een keer. Zeker nog twee keer, want die kant moet nog. Oké, goed voor mijn conditie. Komt vast goed. Goed, alleen je kan er langs. Oké, we gaan nu beginnen met poging 2. Ja! Dennis! Ha ha ha!
Ah. Oh, nog een auto. Een drukte in één keer. Ja, ja. Maar hij staat nu wel op de goede plek, zeg. Kijk, het probleem is, hierboven namelijk waar de auto's mogen rijden, daar rijden ook af en toe auto's, dus daar probeerden we elke keer een shot te maken. Maar ja, elke keer dat we dan één shot hadden gemaakt, dan moesten we de kamer weghalen omdat er een auto langs kwam, dus dat ging niet meer werken. Dus nu staan we hier aan de zijkant, het is wat donkerder. We hebben al wat beelden gemaakt, maar Daniel gaat er nog even keer in weer in, want die heeft ook een beetje koud gekregen. Ja. Dus die pakt hem ook nog een keer op. Dus ja, we hebben een 2 seconden timer aanstaan. De compositie is in principe niet veranderd. En F11, 15 seconden. En ik zeg start. Go! Okay, Daniel die probeert nu zoveel mogelijk, zoals je ziet, rondjes te rennen op en neer. Hij heeft eigenlijk een paar banken tegengekomen. Dan moet hij omheen lopen. En ik ga hem roepen als hij 15 seconden verder is. Yo! En dan gaan jullie zo meteen op beeld het resultaat zien. Oké, hij mag nog een keer, want hij is heel veel door elkaar heen. Dus kun je zeg maar, deze lijn volgen gewoon over de grond heen. En dan de lamp naar beneden gericht houden. Ja, zeker. Oké, gaan we nog een keer. Ja, klaar ervoor? De timer loopt. Een hele minuut. De timer loopt. En go. En nu zie je wat voor effect dat op video heeft. En nu ben ik benieuwd hoe welk effect dat op foto geworden is. Yo! En ook dat gaan we nu weer laten zien op beeld. Ja, dit is wel gaaf. Leuk speelgoed. Ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien, maar daarboven staat Daniel met de Godox TL60, nu op groen. En dat is meteen weer het voordeel van een RGB-tube, want die kun je namelijk allerlei kleurtjes maken. We gaan zo meteen 2 foto's proberen te maken. De eerste foto die we gaan maken is dat Daniel daar gewoon staat met de Godox TL60 in zijn handen. En de tweede foto is eigenlijk de light painting zelf. En die 2 foto's gaan we samen blenden tot 1 foto. In Photoshop. Ja, zoals je wellicht ziet, ik heb nu toch een ander kleurtje gekozen. Oké, maak een foto van 1 seconde. Zodat Daniel niet te lang hoeft stil te staan. Oké, even kijken hoe die eruit ziet. Ja, daar kunnen we wat mee. Dat komt goed, denk ik. Oké, hou dit vast bij deze pose. Ik ga nu de instellingen aanpassen. Na een langere sluittijd. Oké, ik heb nu sluittijd 50 seconden. Oké, ik ga nu de timer zetten en dan kom ik naar jou toe. Dan ga ik de buis halen. Dan ga ik hem weghalen, oké? Ja. Ja, dus ik ga nu de timer aanzetten en zodra deze gaat opnemen, of eigenlijk net daarvoor, zorg dat ik bij Daniel ben en ga ik de buis weghalen. En uiteindelijk gaan we die 2 beelden samenvoegen in Photoshop en dan zou het een gaaf beeld moeten opleveren, maar we gaan het zien. Oké, de timer loopt. Oké, en dit is dus iets wat je waarschijnlijk heel vaak moet doen voordat je uiteindelijk het gewenste resultaat hebt wat je zou willen hebben. Gaaf, maar nog niet wat ik wil hebben. Dus we gaan hem nog een keer maken. Pak hard je hand ongeveer. Zo, eens kijken wat het nu is. Ja, dit is wel gaaf. Ja, dit gaat wel worden, deze gaat wel worden. Ja, deze is goed. We gaan eens even verder kijken hoe we nog meer kunnen, wat voor locatie, wat voor plekken hier nog meer kunnen vinden. Okay, we zijn nu bij dit, wat is het? Kunstobject aangekomen. We gaan eens even kijken of hier de ogen zijn hol als het goed is. En we gaan even kijken of we die kunnen lightpainten. En dan vanaf de voorkant zo een foto kunnen maken met mooi gelightpainte ogen. Dat zou natuurlijk wel vet zijn. Oké, ben je er klaar voor? Zet maar aan.
Oké, ja, we zijn nu in het masker staan we nu, waar we net de foto's van hebben gemaakt, waar je net hebt gezien. Ja, we hebben een aardige tijd, een aardig aantal uur gespeeld hier. Zeker. Zo met de lampen. Heel benieuwd wat het gaat worden allemaal. Jullie hebben het allemaal op beeld al gezien, maar ja, wij nog niet. Dus nu is het tijd voor mij om afscheid te nemen van Daniel. En heel erg Daniel te bedanken voor vanavond dat je hebt geholpen. Ja, zeker. Ook leuk om te helpen. Ja, super. Ja, wellicht in de toekomst dan misschien nog een keer ergens wat kunnen gaan doen. Altijd leuk. Daniel is ook cameraman onder andere, toch? Ja, zeker. Eigen bedrijfje? Zeker. En wat doe je allemaal? Ik doe voornamelijk videoproducties. Nou, hier. Dus zoek nog iemand die je nodig had om videoproducties te doen. Dan Daniel Doorakker. Wat is de naam van het bedrijf? Het is gewoon Daniel Doorakkers. Daniel Doorakkers. Nou, zoek het ervoor op. Bedankt voor het kijken hier. We gaan nu terug richting de thuisstudio. En daar gaan we de beelden, ga ik even voor de beelden beëditen. En ik zeg voor nu alvast bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren en het belicoontje in te drukken. Stay safe tot de volgende video. Welkom. Ja, we zijn nu op de... Hoe heet deze brug? Hoe heet het ook weer?